Zaterdagavond speelt FC Groningen om 6:30 thuis tegen Vitesse. Voor de 19-jarige Daniel van Kaan, die zijn contract met FC Groningen met 3,5 jaar heeft verlengd, wordt het de 5e wedstrijd op rij waarin hij in de basiself van FC Groningen staat. Dat had hij een half jaar geleden niet kunnen bedenken. Ik was wel overtuigd dat ik het zou kunnen. Alleen ik wist ook dat er veel concurrentie was. En ik wist ook dat ik net nog niet heel lang bij de eerste selectie zat. Dus in dat opzicht had ik het niet verwacht. Of ik het verwachtte dat ik het zou kunnen, ja, dat had ik wel verwacht. Maar dat het misschien zo snel en zo tot nu toe goed gaat, dat niet. Van Kaam is in het elftal van trainer Danny Buijs een van de controlerende middenvelders. De eerste wedstrijd tegen Emmen was de opdracht echt van, zet je erin omdat we iets meer lef willen. Iets meer creativiteit op het middenveld en in de eerste fase van de opbouw. Van Kaam is een creatieve speler die op de helft van de tegenstander ook openingen kan creëren voor zijn medespelers. Ik heb meer een controlerende rol op het middenveld, dus er zijn nog een best wel aantal spelers voor mij. Alleen ik vind ook persoonlijk, en daar hebben we het nu ook over, dat ik die openingen op de helft van de tegenstander, dat ik dat ook zou kunnen. Ja. Dus, ja, maar dat zit ook wel in jouw spel. Ja, bijvoorbeeld vroeger in de jeugd heb ik altijd daar gespeeld. Dus daar kan ik ook een rol in spelen, ja. Dus dat is de uitdaging de komende wedstrijden. Ja. En dan misschien daar zelf een keer voor de goal komen en scoren. Ja, dat mist nog, ja. Ik wil wel graag een goals maken, ja. En het zou mooi zijn als dat gebeurt, ja. Misschien wel tegen Vitesse, zaterdagavond. Ik hoop het. Het zou mooi zijn, ja. De vorige twee thuiswedstrijden tegen FC Emmen en Ajax wist FC Groningen met Van Kaam te winnen. De jonge middenvelder kijkt dan ook uit naar de confrontatie met Vitesse. Ja, ik heb er zin in, zoals elke wedstrijd eigenlijk. Willen we weer wat laten zien, omdat we ook de vorige wedstrijd natuurlijk niet het resultaat hebben gehaald dat we wouden. Ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen en ik ga ervan uit dat we een goed resultaat halen. Ja. Opvallend is dat FC Groningen de laatste 3 thuiswedstrijden tegen Vitesse heeft gewonnen. Is Vitesse een tegenstander die FC Groningen goed ligt? Misschien zijn sommige tegenstanders, ja. Misschien dat we beter liggen dan tegen Vitesse dan bijvoorbeeld tegen een Zwolle. Ik zou het niet weten, maar ja, als we die lijn doortrekken van afgelopen seizoenen, ja, dan hebben we weer een mooi resultaat, ja.